Dit is wel wat ook veel gebeurt. Hè? Veel onfeitelijkheden aan beide kanten trouwens. En op veel onfeitelijkheden worden keuzes gemaakt. En op een of andere manier krijgen jullie, jij en alle andere politici... krijgen dat niet over het voetlicht. Om het duidelijk te maken waarom je dan moet blijven. Of, en wat de voordelen daarvan zijn. Nou, het is ten eerste begint natuurlijk wel met dat je kloppende cijfers hebt. En zij hadden op die zijkant van die bussen waarmee ze door het hele land reden... dat was de hoofdboodschap. We kunnen 350 miljoen per week besparen als we uit de EU gaan. Het is meteen door allerlei wetenschappers en journalisten aangetoond... dat dat feitelijk helemaal niet waar is. Het is 1/3. Het is nog steeds veel geld, maar veel minder. En als je uit de EU stapt, maar je wil wel nog toegang tot de interne markt... zie Noorwegen, moet je nog steeds afdragen aan het gezamenlijk budget... Dus ook in de toekomst zal de Britten, als ze nog handel willen drijven in de interne markt, een bijdrage moeten leveren aan de gezamenlijke begroting. En zij betalen ongeveer hetzelfde als je het echte bedrag neemt als de Noren. En de Noren staan er al buiten. Dus het begint met de echte cijfers. Het tweede probleem is dat cijfers helpen maar tot een bepaald niveau. Mensen willen best cijfers hebben, zijn erin geïnteresseerd. Maar maken zich ook gewoon oprecht zorgen. En die kun je niet zomaar met cijfers wegnemen. Mensen zijn bezorgd over, is die migratie wel onder controle? En dat is denk ik een terechte zorg. Functioneert het economisch wel? Werkt het allemaal wel? Dus mijn stelling is altijd, ik vind ook dat de EU zwak is gebouwd. Snel gegroeid, snel verdiept. Maar heel veel zwakke plekken. We hebben de binnengrenzen opgeheven in Europa. Dus dat is prima. Dan kunnen we vrij reizen, veel handel bedrijven. Maar dan moet je wel de gezamenlijke buitengrens natuurlijk gaan bewaken. Dus er is een opdracht. En dat soort dingen zullen echt moeten worden aangepakt. Dat vond ik al, maar dat vind ik nu nog meer. Want hier zitten de zorgen van mensen. Het functioneert niet goed genoeg. En dat is oplosbaar. En wat is de grootste zorg voor Nederland? Kijk, een van de dingen die het kabinet heeft aangegeven... er is een meevaller van 1,2 miljard. En dat zou worden besteed onder andere aan de zorg. 500 miljoen, nou is er een enorme tegenvaller door Brexit. Ook economisch voor Nederland. Dan vraag je af of die meevaller die er was... of je dat nog dan zo kan uitgeven of niet. Ja, ja, vooropgesteld, ik heb die meevaller nog nergens beloofd. Dus hang mij er niet aan op. Maar het is wel gezegd. Nou, er is ruimte en de begroting komt pas op Prinsjesdag. Dus dat allemaal in potlood. Met andere woorden, en door deze Brexit kunnen we dat op onze buik schrijven. Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel zo dat dit soort cijfers die in het voorjaar rondgaan... zijn altijd in potlood. In augustus krijgen we de laatste cijfers. Centraal Planbureau rekent dan uit hoe staan we er nou echt voor. De economie, de begroting, hoeveel geld komt er binnen. En dan kijken we wat de ruimte is. Het kan zijn dat het Centraal Planbureau nu moet vaststellen... ja, die Brexit heeft toch schade aangericht, ook voor Nederland. En de ruimte zal kleiner zijn. Ik hoop het niet. Er zijn ook positieve ontwikkelingen. De economische groei zet door. De investeringen nemen verder toe. Mensen hebben meer geld te besteden dit jaar. Dus de economie groeit ook verder. Ik weet het niet precies. In augustus gaan we het zien. Ik weet het ook niet precies. Maar ik heb zo'n vermoeden. Als je naar de berekeningen kijkt die zijn gedaan voordat de stemming is gedaan in Groot-Brittannië. Toen werd al gezegd, nou, de schade van Nederland kan variëren tussen de 6 en 15 miljard ongeveer. Ja. En dan kan ik me niet voorstellen dat een meevaller van 1,2 miljard ineens alsnog wordt uitgegeven. Als je dat weet, dat dat op je staat te wachten. Je kunt dit soort cijfers echt niet met elkaar vergelijken. Dus ten eerste was dit een heel somber scenario. Waarin de handel tussen Europa en de Britten een enorme klap zou krijgen. En wij hebben veel handel met de Britten. Of zich dat gaat voordoen, de eerste twee jaar verwacht ik sowieso niet. Dan zijn ze gewoon nog lid, dan zijn we nog aan het onderhandelen. En op termijn zullen we gewoon een handelsakkoord met ze sluiten. Dat zal onder voorwaarden zijn, dus het zal minder aantrekkelijk voor de Britten zijn. Maar die handel blijft gewoon gaan. Dus die sombere cijfers, daar doe ik wel een grote korrel zout bij. En verder weten we het oprecht niet. Je kunt zien dat de beurzen zijn flink gedaald. Zeker. Vandaag in Nederland, de beurs hier in Amsterdam, iets van 6%. Maar als je iets verder terugkijkt, de afgelopen weken zijn de beurzen fors gestegen. Dus je hebt altijd de neiging om te zeggen, oh, dit is een flinke klap, dat is welvaartsverlies. Maar als je iets verder terugkijkt, zie je dat de beurzen, en zeker sinds de crisis, de afgelopen jaren weer heel goed hersteld zijn. Maar dat is ook een stukje van afgegaan. Maar dat is ook de rol van de minister van Financiën om zeg maar de zekerheid en rust uit te stralen. Ja. In de markt is er heel veel onzekerheid. Ja. En ook bij burgers, want wij krijgen ook bijvoorbeeld mails van mensen die zeggen van ja, wat gebeurt met mijn hypotheekrente? Wat gebeurt er met gewoon hele praktische zaken door deze Brexit? Is er al enig zicht op wat u betreft? Nee, het zijn een paar dingen te zichtbaar. Zodra er onzekerheid is, gaat geld naar een zekere plek. En dan is Noord-Europa, Duitsland, Nederland zijn zekere plekken. Dus de rente zal hier eerder nog verder dalen.
Maar hoeveel en hoe bestendig dat is, hè? Blijft dat of is dat over een week weer weg, dat weten we nog niet. Maar de rente zal in Nederland eerder dalen dan stijgen als gevolg van zo'n ontwikkeling. De beurzen krijgen een tik vandaag, 6%, maar blijft dat? Gaat het volgende week verder of herstelt het zich? Weet het oprecht niet. Mijn stelling is altijd dat, ook voor de beurzen op iets langere termijn, kijken ze toch naar hoe we er nou fundamenteel voor staan. Zijn de problemen in Europa nu zo'n beetje aangepakt? Gaat het beter met de banken? Is heel belangrijk. Nou, de banken staan er oprecht beter voor dan een paar jaar geleden. Maar wat mij betreft kan het nog veel beter. Dus daar moet ook nog werk aan worden verricht. Dus ik denk dat als je naar de iets dieper kijkt, dat Europa er gewoon beter voor staat, dat we ook wat minder kwetsbaar zijn.